helemaal. Ik heb voor jullie vandaag een tagfilmpje en deze noemt de Lip Product Addict Tag. Ja, zoals jullie weten, blush is een hele grote zwakte van mij. Ik heb een bak vol met allemaal verschillende kleuren. Maar buiten blush is ook lipproducten een grote zwakte. Zowel lipgloss als lipstick. En ik dacht dat deze tag echt wel voor mij op het lijf geschreven was. Dus ik ga deze doen. Het zijn een aantal vraagjes die ik moet beantwoorden. Dus laten we er maar snel aan beginnen. Allereerst mijn favoriete lippenbalsem is deze van MAC in Padding Pink. Het is mijn allereerste MAC-product, dus buiten dat het mijn favoriete lippenbalsem is, is het ook, heeft het ook een nostalgische waarde. Iedereen kent hem wel, het is deze roze lippenbalsem. Ik heb hem nu eigenlijk al een aantal jaar en ik heb nog altijd geen pijn geraakt. Ook al gebruik ik hem elke avond. Hij heeft de typische MAC-geur en hij geeft ook een subtiel kleurtje aan je lippen. En wat ik er zo fijn vind en waarom ik deze kies boven andere lippenbalsems, is dat hij heel hydraterend is. Dus als ik hem voor het slapen gaan opdoe, dan het zanderdaags zijn mijn lippen heel, heel zacht en heel gehydrateerd. Wat ik heel fijn vind, is een hele dikke boter. Hij trekt niet helemaal direct in je lippen. Het is gedurende de nacht dat hij intrekt eigenlijk en dat hij daardoor je lippen heel zacht maakt. En wat dat heel fijn is, dat ik zanderdaags gewoon een lipstick kan opsmeren en waardoor dat mijn lippen er ook gewoon veel beter uitzien. Het is niet dat mensen er direct gaan op letten of zo, maar het is voor mijn eigen rust te stellen dat mijn lippen er goed uitzien. Dus ja, deze staat op nummer 1 bij mij. Dan de best opvallende rode lipstick. Is eigenlijk niet direct een lipstick. Het is deze, de Bourjois Rouge Edition Velvet. En die is eigenlijk een liquid lipstick-achtig. Ik draag niet heel snel rood op mijn lippen, omdat het toch wel opvallend is. En het minste foutje kan je zien. Dus ja, rood is niet meteen voor mij weggelegd. Maar als ik een rode lipstick draag, dan is het deze wel. Ik heb ook nog andere merken, maar ja, deze is gewoon een favoriet van mij. Het applicatortje. Wat ik hier zo heel fijn aan vind, is dat hij echt in je lippen trekt, waardoor dat de kleur heel lang blijft. Plus hij droogt mat op, dus als je een matte rode lip zoekt, dan kan ik wel aanraden om bij dit product eens te zien. De kleurintensiteit is prachtig. Je hoeft eigenlijk bijna niet meer opnieuw aan te brengen als je bijvoorbeeld iets gegeten of gedronken hebt. Dus van mijn part is dit een van de beste rode lipsticks die ik heb. Dus deze moest zeker even vermeld worden. Dan de derde vraag is de beste luxe en beste goedkope lipstick. En daar heb ik niet lang over moeten nadenken. Mijn beste luxe is deze YSL Rouge Volupté in nummer 9. Deze heb ik vorig jaar voor mijn verjaardag gekocht als een verjaardagscadeautje voor mezelf. En deze heb ik toen gekocht omdat het wel een serieuze hype was. Maar ik snap de hype wel. Hij glijdt prachtig over je lippen. Hij blijft lang zitten, is hydraterend. Zie, ik heb amper een veegje gedaan en je krijgt deze pigmentatie. Je betaalt er op zich wel wat. Ik denk dat het iets van €32 was. Maar ik had dan nog een kortingsbon. Dus op zich viel het nog wel mee wat ik ervoor betaalde. Maar je betaalt er wel wat voor, maar de kwaliteit is echt schitterend. Dus daar kan ik zeker niks slechts over zeggen. En dan de beste goedkope lipstick is deze van Catrice in Frozen Rose. Spijtig genoeg hebben ze deze uit het assortiment gehaald. Waardoor je hem niet meer kan verkrijgen. Maar ik weet dat hij ook serieus in de beautywereld gehyped was. Omdat hij eigenlijk de perfecte nude roze kleur is van een goedkoop merk. Voor de rest heb je MAC, je hebt Dior, je hebt Chanel. Maar deze is dan een heel goedkope lipstick en die eigenlijk de job perfect doet. Ik zeg het, de perfecte nude roze kleur. Spijtig genoeg dat hij eruit is gehaald. Dus je kan hem niet meer krijgen. Ik hoop dat ze hem nog eens snel opnieuw uitbrengen. Deze is een van de beste goedkope lipsticks. Dan de volgende vraag was eigenlijk een beetje een kwelling voor mij. Want die luidt van de beste MAC lipsticks. Ja, ik ben sowieso een hele grote fan van MAC lipsticks. Ik vind de formule heel fijn. Ik vind de kleurkeuze heel fijn. Ja, ik kan gewoon ook niks slechts zeggen over de MAC lipsticks. En ik heb er al een aantal in mijn collectie zitten, over de jaren heen verzameld. En ik heb echt bij elke lipstick denk van, dat is mijn beste lipstick. Maar dan kom ik dan een andere kleurtje tegen en denk van, dat is ook wel een hele goede lipstick. Dus het was echt heel moeilijk. Maar ik heb uiteindelijk voor Cream Cup gekozen. En hij lijkt een beetje op die van Catrice van daarjuist.
Als ik ze naast elkaar hou. Maar die van MAC is net ietsje meer naar de bruine kant. Wel helemaal bruin ziet het natuurlijk niet. Maar als je ze vergelijkt, is hij iets meer ja, nude. Ik heb deze gekozen omdat hij heel universeel is. Hij past bij elke ooglook. Je kan hem gewoon een ooglook maken en je kan hem opsmeren en je kan gewoon de deur uitgaan zonder je zorgen te hoeven maken dat eigenlijk de lipkleur en de ooglook bij elkaar passen. Dus daarom vind ik hem heel fijn. Hij is iets lichter als Angel. Angel is de meest populaire lipstick van MAC. Kim Kardashian draagt hem bijna altijd. Maar deze trekt er heel ja, sterk op eigenlijk. Zoals je kan zien. Op de swatch lijken ze niet zo heel erg veel op elkaar. Zoals je kan zien is hij iets bruiner getint dan die van Catrice. Maar ik vind hem echt wel een aan. Als je nieuw bent bij MAC en je zoekt eigenlijk gewoon ja, een lipstick die je dagelijks kan dragen, Cream Cup is zeker een aanrader. De volgende is de meest teleurstellende lipproduct. En ja, ook al hou ik heel veel van MAC, toch is het product van MAC het meest teleurstellende lipproduct. En deze is de Lip Gloss in Underage. Ik weet, er was een beauty guru op YouTube die hem echt ja, de hemel inprees. En ik dacht van, ja, ik moet hem hebben. Ik wil weten waarom dat iedereen zegt van, wauw, het is de beste lipgloss ooit. Maar nee, ik weet het niet zo goed. Ik heb andere MAC lipglossjes die ik meer gebruik dan deze. Het is een hele nude kleur. Dat wel, dus als je heel ja, voor nude kleuren bent, dan is hij wel aan te raden. Maar ja, ik vind hem... Dit is de kleur. Hij past eigenlijk heel goed bij die van Cream Cup. Het is ongeveer dezelfde. Maar ja, ik vind hem voor mij eigenlijk niet geschikt. Ik lijk er echt dood mee. Het is raar, maar zoals de mid lipstick van MAC, die heb ik ook eens geprobeerd aan de make-up artist die bij MAC gevraagd van wil je hem eens opdoen om te zien hoe dat mij staat? Maar ik lijk er echt gewoon een dood mee. En dat is met deze lipgloss dus ook. Ik moet hem al combineren met een hele felle roze lipstick of koraal om hem te doen werken op zijn eigen... Ja, hij geeft niet zo heel veel pigment af. Maar ja, ik lijk er echt gewoon dood mee. Dus het meest teleurstellend product, MAC Underage. Dan lippotlood wel of niet. Ik gebruik op zich bijna nooit lippotlood. Ik heb er denk ik eentje. Een hele ja, nude kleur die bijna bij alles past. Maar ja, ik gebruik hem niet altijd. Ik heb niet echt het probleem dat mijn lipstick begint buiten de lijntjes te treden ofzo. Als ik de make-up van iemand anders doe, dan gebruik ik wel lippotlood. Maar voor mezelf, ja, nee, niet echt. Dan de beste lipgloss. Ik ben meer een lipstick-fan, maar lipgloss draag ik af en toe ook wel eens. En dan is het deze van Essence. Spotgoedkope lipgloss, maar echt een van de beste die ik al ooit geprobeerd heb. Het moet daarom niet altijd duur zijn voor de kwaliteit. Dit is het applicatortje. Waarom ik deze de beste vind? Wel, hij is heel goed gepigmenteerd voor ja, een lipgloss van, wat is het, 2 euro of zo te zijn. De geur vind ik heel fruitig, vind ik heel fris. Plus de lipgloss blijft ook wel redelijk lang op je lippen zitten. Dit is de kleur, deze is nu in Deep Rose. Maar ik had ook alle andere van het type de Stay With Me Long Lasting lipglossen van Essence kunnen nemen. Ik heb er een nude, ik heb een beetje koraal, ik heb meer een beste kleur. Maar deze neem ik nu wel het vaakst in Deep Rose. En ja, ik vind hem gewoon heel fijn. Het droogt je lippen niet uit, blijft er redelijk lang zitten, krijgt een mooie gloss op je lippen. Dus ja, van mijn part is dit echt een van de beste lipglossjes. De laatste vraag is iets extra's en daarvoor heb ik gekozen mijn meest gebruikte lipgloss en lipstick te laten zien. En dat zijn deze twee. Dit is mijn meest gebruikte lipstick en alweer van Essence. Deze is de All About Cupcake en zoals je ziet ook weer een nude roze kleur. Door de week heen draag ik nu niet fel rood of fel koraal of zo naar school of naar werk. Maar ja, nude lipsticks, daar kan je eigenlijk nooit genoeg van hebben. Als ik hier nog plaats vind. Dit is de kleur. En zoals je ziet, het zit een beetje tussen die twee in. Maar ik vind de pigmentatie enorm fijn van deze lipsticks. Zoals ik zeg, nude kleuren gebruik ik al veel meer dan gewone rood of koraal. Maar omdat ik deze altijd heel veel gebruik,
het lijkt alsof ik hem echt nog niet veel gebruikt heb. Want zoals je ziet zit er nog heel veel in. Maar ja, toch sowieso tijdens de week grijp ik er wel eens naar. Omdat ik ook ja, de kwaliteit super fijn vind. Zoals ik al zei, hydrateert goed, goede pigmentatie, blijft redelijk lang zitten. Na het eten of drinken moet je hem wel eens ja, opnieuw aanbrengen. Maar voor een prijs van, ja, wat is het, 2-3 euro? Ik bedoel, ja, ik vind hem super fijn. En dan mijn meest gebruikte lipstick is deze van NYX. Of NYX, je kan kiezen hoe je het zegt. In de kleur beige. En ik heb hem gekocht toen dat boozyshop.nl nog NYX of NYX verkocht. Dat is echt een van de beste aankopen geweest die ik ooit gedaan heb. Zoals ik al zei, de kleur beige, maar het is dus wel een roze kleur. Allereerst, ja, het ruikt naar snoepjes. Dat is al ja, heel aanlokkelijk. Maar die NYX, Mega Shine Lip Glosses, ja, vind ik gewoon een van de beste lipglosses. Dit is de kleur, ook weer nude zoals je kan zien. Maar wat ik hier zo fijn aan vind aan die lipglosses is dat ze niet plakken. Je hebt die van MAC die ja, toch een beetje, als je met je lippen op elkaar gaat, dat ze een beetje plakken aan elkaar. En deze doet dat niet. Dus dat vind ik net ietsje fijner. Het is natuurlijk wat jij het fijnst vindt. Want ik weet dat sommige mensen heel graag van die plakkerige lipsticks of lipglosses hebben. Ik persoonlijk vind zo'n minder plakkende net ietsje leuker. Ook als je met de fiets of zo en je haar blijft daarin plakken. Dat is, ja, vind ik persoonlijk niet zo heel fijn. Maar dit is echt mijn meest gebruikte lipgloss. Ook aangezien ja, dat je hem gewoon kan opsmeren en de deur uit kan gaan. Plus, nog een pluspunt, je kan hem ook alleen dragen. De pigmentatie is zo goed dat je echt de kleur gewoon op je lippen krijgt. Je hoeft daarom geen lipstick eronder aan te doen. Dus ja, de NYX lipglosses. Spijtig genoeg mag NYX niet meer online verkocht worden. Bij Douglas.nl denk ik wel dat je nog NYX kan kopen. Maar dat is bij Boozy Shop of de Make-up Spot of zo, ja, kan je hem niet meer krijgen. Dus dat is wel... Zo, dit was mijn Lip Product Addict Tag. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao.